Goedendag, mijn naam is Jozef Aert. Vandaag een vector optellen met vectoren. Hier de vector A met coördinaat A, B, B met coördinaat C en D. En A plus B betekent gewoon ik coördinaat optellen, A plus C, I kan optellen, B plus T. Dat betekent A, 1, 2, B, min 1, 3, wat is een A plus B. Dat betekent voor de x-coördinaat van A plus B gaan we gewoon de x-coördinaat van A en B optellen. Dan wordt het 1 plus min 1, in feite dus 1 min 1. Voor de y-coördinaat van A plus B nemen we A, 2 plus B, 3, dus 2 plus 3. Dan krijg je als 1 min 1, krijg je 0. En 2 plus 5, de waarde 0,5. Dat is A1,2 en B min 1,3 is A plus B gelijk aan 0,5. Tweede voorbeeld, A min B. Je kunt ook min noemen bijvoorbeeld. Dan krijg je twee coördinaten. De x-coördinaat wordt dan A min min 1. Dus 1 min min 1. Dat op min B wordt min 1. En voor het tweede krijg je 2 min 3. 1 min min 1 wordt 2. Dan krijg je dus 2. En 2 min 3 is min 1. Dus 2, min 3. Onthoud 1 min min 1. Die min min 1 wordt plus 1. 2 min 3. 2 min 1, sorry. Ook kun je een combinatie maken, bijvoorbeeld hier 2a plus 3b. Dus bijvoorbeeld 2a plus 3b. Dat betekent, ik kan eerst 2a berekenen. 2 maal a wordt gewoon, elke coördinaat vermenigvuldigd met 2, krijg je dus 2,4. Ja. Per 3b moet je elke coördinaat van b vermenigvuldigen met 3, krijg je min 3,9. Dan gaan we die optellen. Dat betekent eerst de x-coördinaat optellen. 2 min 3 wordt min 1. En dan de y-coördinaat optellen. Wordt 4 plus 9 is 13. Dus 2a plus 3b is dan min 1 plus 13. Dat is het optellen van vectoren met coördinaten. Dank u wel. Bye.